Gisteren heel lang leven de liefde. Marjolein en Niels matchen in ieder geval qua zenuwen. Dus dat is alvast een trillend goed begin. Had je zin in champagne nog? Ja, leuk. Oh, beetje aan het trillen. Brexit. Nou, proost. Proost, hè. Louis en Suzanne vinden elkaar op alle vlakken heerlijk. Maar die aantrekkingskracht hebben ze helaas 24 uur lang niet gevoeld. Kom hier, schat. Oké. Dag, lieverd. Het was geweldig. Dag, liefie. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied, de mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. De 24-jarige Cedric is fitnessinstructeur en weet dus dat je regelmatig en gestructureerd moet trainen om in shape te komen. Daarom heeft hij als vrijgezel de afgelopen 3 jaar een behoorlijk strak schema gehanteerd. Ik denk wel dat ik over de 50 zit. Ja, meer dan 50 dates. Ik heb wel mijn routine als ik op date ga. Meestal neem ik ze mee naar de spelletjeshal. Gewoon puur omdat ik het belangrijk vind dat een vrouw wel een winnaarsmentaliteit heeft. Niet snel opgeeft. Dus daarmee test ik ze eerst. Wauw. Verlies je, is het gewoon deg, doei. Win je, gaan we door naar de volgende ronde. Gaan we een drankje doen. Is het gezellig en heb je wat te vertellen? Gaan we nog een dansje doen? Heb je 2 linkervoeten, stuur ik je naar huis. Is dat niet het geval, dan ja, doen we mij een drankje. Waarom het niet lukt? Ik denk dat er gewoon helemaal geen leuke vrouwen zijn. En dat kan aan mij liggen, maar ik geloof wel dat er wat is. En daar sta ik ook open voor. Mijn type vrouw is sportief, tikkie impulsief en zo gek als een deur. Oké, ik laat me niet uit over de geestelijke gesteldheid van Sanne. Maar ze komt hier natuurlijk wel om met onze hulp gek op iemand te worden. Want deze 24-jarige student communicatie hoopt na 3 jaar zelf proberen dat wij een betere match voor haar vinden. Eerlijk gezegd is het niet echt een bewuste keuze geweest om single te blijven. Maar ik heb toch wel vaak dat ik voor de verkeerde types ga. Dus dat het zeg maar allemaal wel leuk en aardig is tijdens het daten. Maar dat je dan vervolgens in 1 keer niks meer van ze hoort. Dus ik denk dat ik misschien een beetje te hoge eisen stel. En daardoor niet per se de goede jongens aantrek. Ik mis het zeker wel om een relatie te hebben. Dan mis je toch wel echt die persoon om naar thuis te komen. En alles mee te delen en die speciale band mee te hebben. Misschien zou ik inderdaad een ander type jongen moeten gaan opzoeken, maar het oog wil ook wat. Hi! Je bent er! Hey! Hi! Nou, we zijn 90. Corona-proof. Precies. Cedric. Sanne? Leuk je eindelijk te zien. Ja, dat ziet er goed uit. Dankjewel, jij ook. Ik wou je eerst laten schrikken, maar ik hoorde al met glazen en zo. Ik denk, beter nee, doe nee, ik het niet. Nee, beter niet. Oh, je kent me al best wel goed. Ja, ik dacht speciaal weer. Dat is altijd wel een goed idee. Mm-hmm. Ik heb ook iets voor jou. Oké. Okay. Zo, was je nerveus? Een beetje. Ja, dat duurde zo lang. Oh, wat leuk. Dankjewel. Het is een speciale kaars. Oh, superleuk. Dankjewel. Nu dat achter de rug is, schiet Cedric direct in zijn standaard dateroutine. Altijd beginnen met een spelletje om te zien of de vrouw een winnaar is. Dus ook Sanne moet zich meteen bewijzen. En winnen. Anders wordt het een lange 24 uur. Dus even kijken hoe sterk jouw winnaarsmentaliteit is. Even kijken. Dat klinkt heel fout. Oh, jongen, met zo'n mooi ding. Even kijken hoe goed je kan likken. Hier heb je je melkkorf. Oh. Oh. Nou, wie zou er nou gewonnen hebben? Ik weet het niet. Laat voor de zekerheid even de punten tellen dan. 16, 18. Even kijken. 3, 6, 26, 29, 39. 9, 37. Nee, je neukt. Nee, echt serieus. Echt? Nee. Kijk maar. 8, 15. Oh, 23. Ja, ik deel het allebei. Bastard. Bij Marjolein en Niels gaat het allemaal niet zo snel. Al lijken die bubbels in ieder geval de zenuwen iets te bedaren. Dat is wel zo lekker, want nu kan hun date echt beginnen. Uiteraard zoals het gaat met de traditionele uitwisseling der cadeautjes. Ik had iets voor je meegenomen. Oh, wat lief. Het is een heel persoonlijk pakketje. En het zegt ook iets over mij, over een hobby van mij. Oh, oké, okay, ja. Ik hou van knopen. Ah, dan ben ik wel even bezig.
We zijn er bijna. Oh, wauw. Het is van Lego. Ja, en sowieso vergaat natuurlijk niet. En dat is mijn, mijn hobby eigenlijk. Ik verzamel Lego. Oh, gaaf. Superleuk. Ik ben dus ook in de Legoland gekomen. Ik zie het. Ja, ik hou dus van schilderen, tekenen. Dus ik heb eigenlijk een kleine impressie van mezelf een beetje erop gegeven. Ik heb normaal gesproken best wel een beetje een muur om me heen. Dus die heb ik laten afbrokkelen, want je weet niet of die er omheen weg kan gaan. Nee, precies. En een stukje tekst. Ik zie dat je een zoontje hebt. Ja, klopt. Ja. Hoe oud is die? 9. En jij? Ook ik heb een zoon van 10 en een dochter van 12. Oké, okay. Oh, leuk. Ja. Ja. Leuk. Ja. Nou, we kunnen best wel even op de bank gaan zitten ofzo, als je het leuk vindt. Ja, prima toch? Ja. Ja. Ja, leuk. Ik heb speciaal voor hier heb ik even een klein kijkje in mijn leven gemaakt. Heel vlug, vogelvlucht, maar foto's. Wat leuk. Wel gaaf hoor. Nou moet ik zeggen dat ik Lego bouwen vind ik eigenlijk ook best leuk om te doen. Ik doe het bijna nooit, maar ik vind het wel leuk om te doen. Ik kan er ook gewoon nog heel lang mee bezig zijn hoor. En, ook gewoon, het is voor mij ook een ontspanning. Ja. Wat heb je verder nog voor hobby's? Nou ja, tekenen, schilderen. Oh, daar hebben ze ons wel op het creatieve vlak gematcht, ja. Blijkbaar. Ja, nou inderdaad. Wat was je naam nog een keer? Sanne. Sanne. En die van jou? Cédric. Cédric? Cédric, op zijn Frans. Ik ga mijn best doen. Sanne, oké. Okay. Ik vond je eerst weer een Joyce, maar Sanne. Trouwens, Sanne, hoe oud ben jij eigenlijk? Ben je dat nou alweer vergeten? Nou, nee, shit. Ik ga van een blackout. Nee, dat wil ik niet vragen. Even een hele spirituele vraag. Ja. Wat is je sterrenbeeld? Mijn sterrenbeeld? Ja, ik ben een leeuw. Oeh. Oh, dat gaat nog leuk worden. Wat ben je? Een leeuw en een stier. Oh, dus jij bent into sterrenbeelden. Wil je nu alweer de deur uit? Ja, ik weet niet hoe dit allemaal werkt hier eigenlijk. Hier, volg mij maar. Nou, hier hebben we onze kinderen. Nou, ik was naam aan het bedenken en ik vind dit echt een case. Een case? Case. Kees en Bertha. Ik zat te denken, als wij het hier gewoon 5 dagen volhouden en we kijken ze gewoon lief aan, dan kunnen hier gewoon wonen. Ja. In plaats van zo'n weekendje naar een hotel, weet je. Ik vind het hier wel. Want waar kom jij zeg maar oorspronkelijk vandaan? Ja, van de ooievaar, maar ik geloof er niks van. En moest het eventjes spinken. Het komt bijna uit je neus. Ja, oké. Ik merk nu ook al dat ze de hele tijd alleen maar aan het lachen zijn. Dus dat is heel fijn. Ja, maar ook gewoon energie, weet je. Je hebt gewoon een hele lekkere energie. Ik merk ook dat ik bij jou niet echt hoef na te denken over wat ik zeg of zo. Of bezig ben met nee. Heel mee. Het is echt gewoon jij en... Oh, ik wil je gewoon in je wangen knijpen. Heerlijk. Ik hou van sprekende ogen. Ik vind jij hele mooie, lichte, blauwe ogen hebben. Dank je. Ja. En dat is wel iets wat bij mij, daar kijk ik altijd direct naar. En dat vind ik altijd wel heel fijn om te zien. Ja. Ja, en inderdaad gewoon gezamenlijke interesses vind ik altijd wel fijn. Nou ja, ik merk nu wel dat creatieve is gewoon al aanwezig. Ja. Dat is gewoon zeker. Wel fijn. Ja. Ja. En moet ik zeggen dat nu de spanning er ook eigenlijk al wel ja, af is. Ja, de handjes zijn, ze zijn nee. Heel lichtelijk ja. Nog een beetje. Ja. 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 Nou ja, mijn eerste indruk is goed. Dus, ja, die van mij ook. Ja. Dat is fijn. Ja. Fijn, leuk. Het zijn geen woorden vol passie, maar met een beetje mazzel wel de bouwstenen, of Lego-blokjes, van een beginnende romance. En ook bij de buren zijn de eerste antwoorden positief. Maar de vragen worden wel moeilijker. Even kijken. Zou jij nu kiezen voor een monogame relatie? Zo ja, is dat ook wel eens anders geweest? Monogaam is dat je met meerdere mensen gaat, toch? Bijna, dat is polygaam. Oh, kut. Oh, monogaam is juist met 1 persoon. Ja. Ja, ik ben wel echt, zeg maar, als ik een relatie aanga, dan is het wel gewoon echt met 1 persoon. Want wat is het woord relatie anders? En jij? Nou, ik moet zeggen, het is verschillend. Ik heb beide geprobeerd. En dat begon altijd wel bij monogaam. Dus gewoon wel bij 1 dezelfde persoon. En wat mijn ervaring is dat ik dan vaak wel gewoon na verloop van tijd aan de kant wordt geschoven. En toen me dat steeds weer gebeurde, had ik zoiets van, oké, volgens mij heb ik gewoon te veel liefde dat te geven dat 1 persoon dat niet aan kan. Dus laat ik het maar eens verdelen. En ideaal voor jou, is het dan zeg maar toch wel echt een monogame relatie of juist niet? Ik sta er open voor. Ik laat het gewoon om afkomen, weet je. Ik probeer juist zo min mogelijk verwachtingen erbij te hebben. Ja. En ik heb vrouwen die ik dit vertelde en die kotsten me gewoon echt uit.
En ook gewoon vrouwen die er helemaal weg van waren. Maar hoe sta jij er zelf in? Hoe zie jij dat? Ja, ik ben toch wel echt, zeg maar, een relatietype, eigenlijk. Mm-hmm. Als ik iemand leuk vind, dan doen andere jongens me ook gewoon bijna niks. Nou, je leek me sowieso al meer trouwmateriaal dan fuckbuddy, dus. Ja, zeker waar. Oh, dan moet je me wel even uitleggen hoe het werkt, natuurlijk, hè? Dit is een set voor twee poppetjes maken. Dus mijn idee daarin was om elkaar van Lego te gaan maken. Ja. Dus, bloemetje. Maar het is niet echt dat het nu allemaal door elkaar heen gaat? Nee, hoor. Okay. Sorteer ik thuis wel weer wat over is. Deze die worden, als het goed is, als je het goed bekijkt, die worden weer gebruikt voor de ogen. Tuurlijk, ja. Alleen als je dan met een bril doet, zoals wij dan hebben, dan pak je deze. Geweldig. En dan daar kun je van deze kun je dan de ogen op doen. Ik vind het echt leuk. En aan de achterkant moet het ook hetzelfde, toch? Als je een doorgaand streepje wil hebben, wel. Vind ik wel het leukst. Ja. Begint te lijken. Ja, toch? Hier krijg je nog een oor zometeen. Een vrouw veroveren met een portret van Lego-steentjes. Het lijkt onmogelijk, maar Niels is het toch echt aan het doen, hoor. Ja, leuk toch? Ga jij gemakkelijk uit de kleren? Oef! Ga ik gemakkelijk uit de kleren? Voor werk, ja. Oh, voor werk? Wat voor werk doe jij? Nou ja, zo nu en dan is mijn lichaam verkocht aan de kunst. Ja, wat ik erbij doe is naakmodel. Oké. Okay. Nice. Zou mijn moeder je heel interessant vinden? Je moeder? Nee, die houdt ook heel erg van schilderen. Die is ook wel vaak naakmodellen en zo. Dus... Oh, echt? Ja, ja. Oh, nou ja, ik weet niet of ik dat gelijk voor mijn schoonmoeder zou willen doen. Maar... Dat is ook niet echt, als we het 5 dagen volhouden. Nee, oké, okay, maar verder dan... Echt die ogen van jou. Zo ja, het is niet dat ik niet naar je luister, maar... tref uit. Dankjewel. Nee, maar je bent wel echt een genot voor mijn ogen. Gelukkig maar. Wil je zo stoppen om met mij te flirten? Want echt, ik ben een hele gevoelige jongen en ik word zo nog echt verliefd op je. En ik zie dat je droog staat. Wil je nog wat drinken? Lekker, dankjewel. De liefde heeft sinds de deuren van onze appartementen begin dit jaar open gingen al veelvuldig toegeslagen. 10 maanden geleden was het raak bij Franco en Natasja. En dat geluk is sinds ze hand in hand buiten liepen alleen maar groter geworden. Hey, lieverd. Hi. We hebben wat te vieren. Zeker, want we zijn alweer 10 maanden uit het huis. Ja, gelukkig. En dat moet natuurlijk gevierd worden in dit prachtige Italiaanse restaurant in Woerden. Ja, weet hè? Ja. Dus dan gaan we nu lekker naar binnen om lekker happy te eten. Lekker, ik heb trek. Ja, ik ook. Nou, schat, kom we gaan. We vieren natuurlijk met de familie. Kijk, daar is mijn moeitie. Hey. We hebben natuurlijk wat te vieren. Dit is mijn schoonpapi. Maar je bent nog niet getrouwd met mijn dochter, jongen. Dat is waar. Een toast, omdat 1 december gaan samenwonen. 1 december, thuis. Huis. Ja. Huis. Huis. Eindelijk kom je tenminste niet meer zo vaak langs bij mij. Nee. En dan is het de eerste. Het is de eerste keer dat ik heb gezegd dat ik fysiek niet ben attract. Devi vedere il brava della ragazza. L'aspetto estetico, dici te. Sì. Che c'entra che una è snella e mezza rimbambita? Cosa ho fatto io? Mi hai ascoltata. Ah. Questa è la ragazza per te, ti ho detto. Non guardare il fisico e non fisico, perché te il fisico come ce l'hai. È uguale, eh? Usi iedereen, è preciso solo. Oftewel, je bent lelijk. Nee, ja. Eigenlijk wel. Maar hoe denk je dat op langere termijn te zien? Nu samenwonen, dan... dan is wachten op een aanzoek. In Disneyland Parijs. Ja, maar ik ben niet zo van het trouwen, joh. Ja, ik wel. Maar dat is nog zo ver. Ja, zo ver? Klok tikt. Ja, klok tikt 10 maanden verder. Je doet alsof je 30 jaar bij elkaar bent. We worden oud. Ja, dus. Dan kan je altijd nog trouwen, toch? En... kinderen. Ja, maar dat is allemaal daarna. Ja. Ja. Ik vind dat niet belangrijk. Maar ik wil het. Dankzij lang levende liefde hebben wij eindelijk de ware liefde gevonden. En we zijn gelukkiger dan ooit. Wil jij nou ook net zo verliefd worden als wij? Ik zou zeggen, meld je dan aan. En wie weet wat de toekomst gaat brengen. En je ziet het, bij ons is het gelukt. Doei!
Zo mooi kan het dus zijn. En gaat het voor Cedric en Sanne misschien ook wel worden? Er hangt duidelijk iets in de lucht tussen deze twee vrolijke lachenbekjes. En het is niet alleen de geur van Cedric's favoriete eten. Een recept van zijn oma. Oké, we gaan zo meteen wel echt gigantisch hard uit onze bek stinken. Maar het is het waard. Knoflook is altijd lekker. Snap je? Ja. Geen zorgen. Ik weet ongeveer wat ik doe. Oma, kijk mee. Nou, niet. Oh, kut. Ik word veel onhandig. Heb je een pollepel voor mij? Een pollepel. Ik dacht dat het te laat was. Je had maar één taak, Sanne. Het zou echt heel mooi zijn als hij daar zou liggen. Helaas. Wil je maar één teentje erin of wil je er twee? Voor mij mogen er twee. Wacht, voor mij mag ook wel twee, hè? In beide appartementen wordt lekker gekookt. Maar iedere koppel heeft zijn eigen tempo en ritme. Doen, ergens mee helpen. Ja, ik voel ik kan me zo niet stilzitten. Ja, ik kan hier echt niet tegen. Ja, sorry, als ik dit doe, dan zit ik echt helemaal in mijn element. Dus het is ja, echt gewoon... Nee, oké, dat is goed. Maar niet dat je denkt van, wat een lui iemand. Ik wil lui graag helpen. Lui ben je ook. Maar echt, erg eigenlijk, hè? Nee, joh. Ga gewoon lekker zitten. Wees gewoon mooi. Doe je ding. Sorry, ik hoop dat je honger hebt, want ik heb echt vet veel eten gemaakt. Ik zie het inderdaad. Nou, schatke. Ik ben bijna klaar. Wat lekker. Om het af te maken. Heel niveau. Kip is klaar. Eten is klaar. Prachtig gedaan voor me. We gaan zo lekker eten. Het ziet er heel mooi uit. Ja, toch? Jij moet je eerst omkleden, volgens mij. Ja, want nu gaan we gaan richting de tweede helft. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Nou. Dat is niet verkeerd. Welke muziek hou je eigenlijk van? Rockmuziek. Vanaf kleins van Linkin Park. Rhythm Temptation. Oh ja. Hardcore vind ik ook leuk om naar te luisteren. Rammstein. En ik hou van musicals. Dat hebben wij goed gedaan samen. Ja. Ja. Ja, vind ik ook. Wou we nog in een bakje doen en bewaren? Thuis zou ik het doen, maar... Goed. Naar jou de eer. Er is nog gewoon een stukje ei en wat rijst en wat broccoli. Hoe vind je het gaan? Je bent heel makkelijk om mee te praten. Het voelt helemaal niet geforceerd of zo. Mm-hmm. Ik vind het gewoon gezellig. En jij? Nou, ik zou het haast bijna niet beter kunnen zeggen. maar ik had niet verwacht dat de tijd zo snel gaat. Weet je, ja, soms klopt, dan heb je wel zoiets van... Weet je, dan krijg je de telefoon. Weet je, of heb je vriendin of je vrienden nog van... Joost, je date, ja, superkut. Ja. Weet je, en, ik weet niet, ik heb dat nog helemaal niet gehad bij jou, weet je. En dat is heel fijn. Nou, cheers to that. Cheers. Ik ben heel benieuwd. Heel lekker. Mm. Ja. Je hebt broccoli in je wenkbrauw. Thanks voor het melden. Nu zit het aan het einde van je wenkbrauw. Ja. Is het weg? Ja. Het ziet er naar uit dat Niels en Marjolein elkaar helemaal gevonden hebben in hun gezamenlijke behoefte om creatief bezig te zijn. Knutselen en vreubelen lijkt het magische smeermiddel van deze date. En met de kerstdagen voor de boeg valt er genoeg te maken. Dus Marjolein heeft maar meteen een flinke lading gezelligheid in huis gehaald. Kijk. Ja, ik hou ervan. Ik hou van Panta. Ja, echt. Kun je zitten? Ja. Ben je dichtbij elkaar? Ja, het mag. We zijn nu corona getest. We mogen Daarom. Voor de kerst lekker dicht bij elkaar zitten. Daarom. Het doel voor mij is wel om iemand te vinden waarmee ik oud kan worden.
Ja, precies. Bij wijze van spreken, als je wel ziet op de televisie van die zo'n schattig oud stel, wat ja, op hand in hand op straat loopt, dat soort dingen. Ja, dat... ja die dan helemaal smoor verlies zijn. Om ja, dat precies. Dat is super schattig. Ja, precies van ja, dat is wel natuurlijk je ultieme doel wat je eigenlijk ja, wil in je leven qua liefde. Ja. Kijk, ik heb al 5 bloemen in staan voor hopelijk 5 dagen. Ah, oh, dat is wel heel mooi symbolisch. Daarom. Ja. Je hebt maar even een muziekje opgezet. Sorry, ik moest gewoon even bewegen. Ik kan helemaal niet dansen. Dat valt al mee. Kon erg. Als ik dit doe, ga je naar achter. Als ik dit doe, kom je naar me toe. Ja. Als we hier naartoe gaan, gaan we naar links. En hoe kleinere stappen je zet, hoe meer heup je gebruikt. Hier kan het wel. Maandag. Zelfs het bezoek krijgt Marjolein niet over haar muur. Voor mijn beeld zit er wel potentie in. Er is ook heus wel fysieke aantrekkingskracht. Ik weet ook wel dat hij al wel mijn kus wil geven en zo. Maar ik ben daar nog niet aan toe. Ik kan het niet.